Hallo, welkom allemaal bij deze live webinar georganiseerd door Mind District en Psychologie Magazine. Mijn naam is Rinske Gotink, ik ben psycholoog. Ben je nu pas live? Want ik zie nu het rode lampje pas. Okay. Psycholoog en mindfulness trainer. Ik heb jarenlang onderzoek gedaan naar mindfulness en op initiatief van deze twee organisaties hebben we deze webinar georganiseerd. We hebben een uur voor deze webinar. Ik zal een beetje een kort overzicht geven van wat we gaan doen. Jullie hebben verwachtingen uitgesproken en vragen ingediend. Die wil ik graag gaan bespreken. Ik vond het ontzettend leuk om die te lezen. Daar bleek ook uit dat veel van jullie al vrij veel ervaring hebben met mindfulness. En er is ook een selecte groep die aangeeft dat ze deze webinar gebruiken om kennis te maken met wat mindfulness is en of het iets voor hen is. Dus voor hen wil ik eigenlijk eventjes een kort overzicht geven van wat is mindfulness nou precies. Daarna wil ik de vragen gaan beantwoorden die jullie van tevoren hebben ingestuurd. En er is tevens de mogelijkheid om via de chat, maar dan alleen via de YouTube-variant, live vragen in te sturen. Want ik kan me voorstellen dat wat we hier bespreken, dat misschien nieuwe vragen oplevert. Dus voel je vrij om daarin je vragen of je opmerkingen te plaatsen. Er zit een 20 seconden vertraging tussen wat ik hier vertel en wanneer jullie het te zien krijgen. Dus hou daar even rekening mee met dat je wellicht niet direct antwoord krijgt op je chat. Maar ik heb hier een heel team om me heen en samen proberen we het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nou, allereerst, wat is mindfulness? Mindfulness is bewustzijn van de ervaringen die je in het hier en nu hebt, op een niet-oordelende manier. En ook dat je de ervaringen die je dus opmerkt, dat je die accepteert als zijnde, oké, dit is er nu. Als je naar die ervaring kan kijken en kan accepteren dat die er in het hier en nu is, kun je vervolgens kijken of je die eventueel, als het bijvoorbeeld een piekergedachte is of een gevoel van onrust of ik zit niet lekker in mijn vel, kun je kijken van oké, ik neem hem waar, ik accepteer hem dat het er is en ik kijk of ik het los kan laten. Nou, daar zit vaak al voor veel mensen de struggle, want dat loslaten, zeker in het begin, is nogal moeilijk. En eigenlijk wat je dan kan doen, is dat rijtje opnieuw. Dus je observeert, je merkt op, hé, het loslaten lukt niet. Hoe is dat? Hoe voelt het als iets wat je je voorneemt, als dat niet lukt? Kan je accepteren dat het in dit moment niet lukt? En zo kun je eigenlijk mindfulness in ieder moment steeds maar weer opnieuw toepassen. Nou, veel mensen geven bij de verwachtingen ook aan van, ik denk dat mindfulness me helpt om rustiger in mijn hoofd te worden, om me beter te voelen, beter met piekeren om te kunnen gaan, beter te kunnen slapen. En dat zijn allemaal reële verwachtingen. Alleen mindfulness heeft een bepaalde paradox in zich. En wat ik daarmee bedoel is dat, omdat acceptatie zo'n belangrijk onderdeel is van mindful zijn, vergt het ook dat je, waar je mindfulness voor inzet om er vanaf te komen, dat je dat juist eerst accepteert. Als jij namelijk mindfulness doet, stel je doet mindfulness omdat je heel veel last hebt van piekergedachten. En je wil daarmee ophouden, je wil van die piekergedachten af. Zolang je niet accepteert dat je piekergedachten hebt, zal mindfulness niet werken. Dus het is een hele paradoxale stelling. Je zult minder stress ervaren of minder last doordat je accepteert dat je stress hebt. En dat is heel paradoxaal. En het vergt ook heel veel oefening. Maar het is zeker te bereiken. Dus de vraag van, kan het me helpen om van piekeren af te komen? Kan het me helpen om beter met stress om te gaan? Ja, zeker. Maar misschien niet op de manier waarop je nu verwacht dat het je er zo vanaf gaat helpen. Er zijn tijdens mindfulness namelijk ook bepaalde hindernissen die we tegen kunnen komen in de oefeningen. En dat zijn 5 hindernissen, die zul je ook in iedere cursus tegenkomen. En dat zijn verlangen, dus je wil graag iets wat er op dit moment niet is. Er kan afkeer optreden en dan wil je iets niet wat er in het hier en nu wel is. Dus bijvoorbeeld stress. Het is er, maar je wil het niet. Er kan twijfel optreden. Doe ik het wel goed? Is dit wel hoe mindfulness behoort te gaan? Werkt mindfulness wel? Dat zijn ook allemaal gedachten die eigenlijk je mindful proces kunnen verstoren. Er kan onrust optreden, dus dat je eigenlijk merkt dat je niet goed stil kan zitten of niet goed je kan concentreren. En je hoofd gaat alle kanten op. In het Engels noemen ze het ook wel monkey mind. En als laatste kan er slaperigheid optreden. Zeker als je bijvoorbeeld lichtmeditaties en bodyscan doet. Er zijn veel mensen die daarvan zo ontspannen dat ze gewoon in slaap vallen. Er zijn ook mensen die hem inzetten om in slaap te kunnen vallen. Dat is weer een andere groep. Maar dat zijn eigenlijk de 5 hindernissen die je tegen kan komen. Zeker in het begin, maar ook als je al jaren bezig bent, dan spelen die nog steeds. En de kunst is om daar steeds op een mindfullere manier mee om te gaan. Dus dat je opmerkt, hé, er is onrust. Of hé, er is afkeer. En dat je het benoemt. Van, ik zie het, ik observeer het. Ik accepteer dat het er is. En ik kijk of ik het kan laten gaan. En ook als dat niet lukt, dan is dat ook oké. Gelukkig zijn er ook helpende factoren. Dus ik heb er al een paar genoemd. Dus het niet oordelen van wat je tegenkomt. Geduld hebben met jezelf. Er zijn ook enkele vragen over hoe snel werkt het? Hoe snel werkt mindfulness? Nou, het vergt best veel oefening. Hoe je nu functioneert, daar heb je jaren over gedaan. Je hebt jarenlang bepaalde patronen aangeleerd en bepaalde reflexen. Dus ook in 8 weken, als je de 8 weken groepstraining zou doen, dat is al heel intensief. En dan nog vergt het vaak oefening om op de lange termijn daar echt effect van te meten. Want ja, die routine die je in al die jaren hebt opgebouwd, die is niet met 3 uurtjes oefenen weg. Dat zul je keer op keer moeten bevestigen in je eigen routine. Dus heb ook geduld met dat het misschien niet de eerste keren lukt. Blijf het proberen. Dat is een derde helpende factor, is steeds weer opnieuw beginnen. Ook als je merkt dat je tijdens de meditatie bent afgeleid. Dat is eigenlijk al heel goed. Je merkt op dat je was afgeleid. Op dat moment ben je alweer mindful. En het gaat ook veel meer om dat herkennen dat je was afgeleid, dan om een continue stroom van concentratie. Dat kan ook je doel zijn, dat je je concentratie traint en je aandacht en je focus. Maar alleen al opmerken wanneer je bent afgeleid en weer terugkeren naar het hier en nu, dat is een heel leerzaam proces. Want als je dat traint, zul je ook merken dat je steeds eerder terug kan komen. Dus waar je in het begin misschien merkt, als je al heel gestrest bent, ik ben nu heel erg gestrest en ik merk dit in mijn lichaam en ik merk dit in mijn, ik ervaar spanning. En in mijn gevoelens en mijn gedachten, en het is heel druk. Als je je traint in het herkennen van, wacht, stop, even in het hier en nu. Dan zul je merken dat je dat opmerken van, ik ben nu gestrest, ook steeds een stukje naar voren kunt halen. Zodat je steeds eerder bewust wordt van, hé, ik word nu gestrest. En hoe meer mindful je bent, hoe bewuster je leeft, hoe meer voor je dat eigenlijk kan zijn. Dus op een gegeven moment zul je misschien merken in een gesprek, hé, ik merk nu enige spanning in mijn schouders. Volgens mij is dit een teken dat ik gestrest begin te raken. En op dat moment kun je al terug naar je ademhaling, terug naar het hier en nu, kijken of je het los kan laten. Dus die hele training, dat vergt inspanning. Het is niet ja, binnen twee dagen oefenen en dan ben je er. Dat is een nieuwe routine die je moet aanleren. Nou, andere helpende factoren zijn vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de methodiek. Het niet willen streven, dus het niet willen behalen van een bepaald doel. Dat is ook, het zit een beetje in lijn van dat verlangen wat je kan hinderen in het hier en nu zijn. En met name ikzelf heb best wel een neiging tot alles heel erg goed willen doen, dus perfectionistisch zeg maar. En dan treedt er ook een bepaalde verkramping vaak op. Dus je bent zo gefocust op dat je het goed wil doen, dat je eigenlijk ook niet meer in het hier en nu bent. Accepteren hebben we al genoemd, het loslaten. En een laatste punt wat heel erg belangrijk is binnen mindfulness, vind ik persoonlijk, is mildheid naar jezelf, een soort compassie naar jezelf. Dus er wordt ook wel in de training aangehaald, als een kind net leert lopen, dat leert het niet binnen een uur. Daar gaan pogingen overheen. En iedere keer als het struikelt, je wordt niet boos, je blijft het aanmoedigen. En op die manier kun je ook naar jezelf kijken tijdens het leren van deze nieuwe methodiek. Want het is nieuw. We zijn niet gewend om zo met onze ervaringen om te gaan. Dus gun jezelf ook de tijd om dat te leren, om die nieuwe routine op te nemen. Ik heb nog een andere vraag hier. Is mindfulness een hype of is het straks, is het iets dat straks niet meer uit ons leven weg te denken is? Nou, ik denk zeker gezien de ontwikkelingen de afgelopen 30 jaar. De 8 weken training is ongeveer in 1982 ontwikkeld in de VS. Voor chronisch pijnpatiënten. En sindsdien is er steeds meer ook een focus gekomen met MBCT op cognitieve, dus negatieve gedachten. Hoe kun je daarmee omgaan? Er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Het is ook in de VS zeker sinds 2012 al evidence-based verklaard. En keer op keer toont het aan dat het leren van een andere houding ten opzichte van je ervaringen heel veel kan doen met je kwaliteit van leven, met je stemming, met stressklachten. Zowel voor gezonde mensen als mensen met lichamelijke klachten, als mensen met psychische klachten. Dus ik denk dat het meer is dan een hype. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat het is wel een beetje persoonsafhankelijk of het je ligt. Of deze manier aansluit bij of je er open voor staat, bepaalt een hele hoop of het werkzaam zal zijn. Maar dat is eigenlijk bij alle trainingen. Als je er niet open voor staat, dan komt het ook niet binnen. En wat ik al zei, het vergt ook wel enige inspanning om deze nieuwe manier je eigen te maken. Ik krijg hier een vraag binnen. Kan je beter alleen of in een groep oefenen? Het oefenen zelf kan je prima alleen doen. Ik weet niet of de vraag betrekking heeft op de training 1-op-1 te doen of in een groep. Een groep biedt natuurlijk wel meer uitdaging. Zeker als je wat meer gevorderd bent. Kijk, een groep zal je wellicht afleiden. Er zullen mensen hoesten of niezen of bewegen. Of, je wordt je misschien bewust van dat er andere mensen bij jou in de ruimte zijn. Dus in die zin kan het je zeker in het begin meer geven om mindful van te zijn. En het kan ook helpen om de discipline op te houden. Hè? Wat in het begin ook misschien moeilijk is om dat echt in te bouwen. Als er een groep is die samenkomt om te mediteren, dan kan dat een mooi zetje in de rug zijn om wat vaker te gaan oefenen dan wanneer je het zelf inplant. Er zijn ook mensen die dat prima alleen kunnen. Ik denk dat dit een beetje van de persoon afhangt wat jou ligt. Ik heb hier nog een vraag. Zijn er contra-indicaties voor mindfulness? Nou, wat ik al zei, het vergt oefening, maar er wordt ook best veel gevraagd van je bewust worden van wat er is in het hier en nu. Zeker de training heeft een bepaalde opbouw, dus in de eerste instantie is het onderwerp vaak het lichaam. Dat is voor de meeste mensen redelijk toegankelijk als zijnde onderwerp van je aandacht. Dus hoe voelt mijn lichaam? Vervolgens richt de training op hoe voel je je? Wat zijn je ervaringen van je emoties? En ook de link tussen lichaam en gevoelens. En pas later wordt overgegaan op je bewust worden van je eigen gedachteprocessen. Wat natuurlijk, dat vergt oefening om in plaats van de gedachten gewoon in je hoofd te hebben, dat je kan kijken naar je eigen gedachten en het kan zien als, hé, ik heb deze gedachte, ik ben hem niet. Ik heb hem en hij komt op en hij gaat ook weer. Contra-indicaties betreft eigenlijk mensen die realiteitszin niet kunnen opbrengen. Dus sowieso mensen, moet je denken aan een psychotische stoornis bijvoorbeeld, die kun je dat echt niet vragen. Die zijn zo verstoord in hun waarneming dat je ze niet, dat werkt niet. Mensen met verslavingsproblematiek, daar zeggen ze ook van, nou, als je al bent afgekikt en je hebt nog steeds moeite om niet weer terug te vallen. Er is wel mindfulness-based relapse prevention. Dat is ook een training opgezet voor hoe om te gaan met het verlangen om weer te gebruiken. Maar als mensen nog verslaafd zijn, zou ik dat ook niet aanraden. En voor de rest echt acute problematiek. Mindfulness richt zich meer op de lange termijn, de chronische problematiek. Dus depressie, piekeren, burn-out klachten. Dingen die echt over een hele lange termijn terugkomen en herhaald in je leven een rol spelen. Maar is er sprake van een acute PTSS-trauma, ik zit een beetje in jargon te praten. Dan zou ik echt andere psychotherapie hulp zoeken. En dan kan mindfulness eventueel ter ondersteuning. Maar dat draait dan meer om de angst of stress en gedachten die erbij zitten. En het trauma zelf zal dan in de psychotherapie behandeld worden. Dus dat wat contra-indicaties betreft. Dus als er aandachtsproblemen zijn omdat het te acuut is, of door middelen of door realiteitstoetsing, dan zou ik geen mindfulness toepassen. Tot zover eigenlijk het gedeelte van mensen die, tenminste de vragen die ik heb van mensen die heel benieuwd zijn wat mindfulness is. Er is een heel aantal van jullie dat vraagt om tips voor dagelijks gebruik. Dus hoe bouw ik het nou in mijn routine? Ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Het is te druk op het werk. Als het je niet lukt om dagelijks bij wijze van iedere ochtend een 20 minuten of een half uur te zitten, of iedere avond als je thuis komt, of vlak voor het slapen gaan of zo. Of sowieso, het is sowieso handig om het ook door de dag heen in te bouwen. Zou ik aanraden om routines te pakken die je sowieso al iedere dag hebt. Dus in de training wordt bijvoorbeeld tanden poetsen. Nou, als het goed is doe je dat 2 keer per dag. Kijk of je die handeling dan in ieder geval mindful kan doen. Maar je kunt door de dag heen ook, wat ik altijd een leuke vind is, je doet best veel deuren open en dicht op een dag. En kijk of je jezelf kan trainen om iedere keer als je een deur handvat vastpakt, of je dan even als cue, even naar de ademhaling, even naar het hier en nu. Waar ben ik eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? Wat gaat er in me om? En zo die deur doorgaat. En natuurlijk zal dat zeker in het begin niet bij alle deuren lukken. Dan kom je erachter, oh, ik ben net een kamer ingelopen zonder enigszins bewust te zijn van het hier en nu. Dat is niet erg. Je merkt op dat je het niet was. En dan kun je het de volgende keer weer proberen. Dat is ook het eindeloos opnieuw beginnen. Wat mindfulness eigenlijk inhoudt. En ook weer op een milde, niet oordelende manier. Je merkt het in het hier en nu op. Dat is super. Dat is mindful zijn. En zo kan je trainen dat je het langzamerhand iedere keer bewust van wordt. Een aantal van jullie vroeg ook, ging een beetje in de efficiëntie zitten. Dus hoeveel moet ik erin stoppen om er iets uit te halen, bij wijze van. Nou, hoeveel oefenen of lessen zie je resultaat? Dat verschilt heel erg per persoon. Maar ik kan je wel zeggen, de 8 weken groepstraining is heel intensief en met een reden. Dus heel veel stof wordt erin behandeld. De meeste mensen hebben zeker wel na 8 weken dat ze echt wel effect merken. En het hangt ook wel heel erg af van wat jouw eigen affiniteit is qua aandachtsgebied. Bijvoorbeeld, ik ben een vrij cognitief persoon. En in week 5 komen de gedachten aan bod. Dus gedachten zijn geen feiten. En je leren bewust worden. Nou, voor mij, toen ik de training destijds deed, was dat het omslagpunt. Toen viel het kwartje. Maar als jij veel meer gevoelsmens bent, dan kan dat in een andere week optreden. Dus zo verschilt het wel heel erg per persoon waar de meest toegevoegde waarde in zit. Ja, hier een vraag. Hoe merk je dat mindfulness werkt wanneer je daarmee geoefend hebt? Ik denk dat het hem vooral zit in dat je opmerkt wat er gebeurt in situaties waar je dat voorheen niet zou hebben opgemerkt. Dus stel je hebt een gesprek met iemand en je merkt de neiging op om op een bepaalde manier te reageren. En doordat je hem opmerkt, hoef je hem niet te geven en kun je op een andere manier reageren. Stel dat dat een reactie was vol spanning of stress, of een defensieve reactie bijvoorbeeld. Door hem op te merken, kan je op dat moment besluiten, nee, ik ga anders reageren. Dat zijn van die, voor mij in ieder geval, van die triggers dat ik denk, hey, dit is mindfulness, hier ben ik me van bewust. Want bewustzijn geeft een keuzevrijheid. Zolang je ergens niet van bewust bent, blijf je in het automatische patroon zitten. En mindfulness geeft je eigenlijk die keuzemogelijkheid, dat je ziet wat er gebeurt. En ga ik mee met de automatische reactie of kies ik een andere? Ja, en hoe merk je dat mindfulness werkt? Het hangt ook weer een beetje van de insteek af. Als in, doe je het bijvoorbeeld omdat je slecht kan slapen, of doe je het omdat je lichamelijke klachten hebt, of doe je het omdat je druk bent in je hoofd. Bij al die gevallen denk ik dat je op een gegeven moment merkt dat je een stuk rustiger bent, of een stuk minder last ervan hebt. Daarbij wil ik wel zeggen dat het niet helpt als je telkens blijft checken van ben ik al rustiger, heb ik al minder pijn. Blijf daar ook geduldig en mild naar jezelf. En op een gegeven moment komt het echt wel naar je toe. Dan merk je het gewoon op. Ik heb hier een vraag. Als de tijd vliegt, hoe kan ik het dan voor elkaar krijgen om tijd te maken voor mindfulness en ook er het optimale uit te halen? Uit de tijd die ik er dan voor vrij maak. Dus niet dat ik dan lig te wachten. Ja, daar is eigenlijk mijn vraag waar je op ligt te wachten. Ik denk dat, dat je dan zit te wachten op een effect. En dat zit ook weer een beetje in het hoekje van dat je iets wil bereiken. Dus dat je wacht op verandering. En daarmee niet echt in het hier en nu bent, maar meer met een bepaald verlangen of waar we het net over hadden met het niet streven. Als je ligt te wachten op wanneer het effect intreedt. Mindfulness is geen pilletje. Of het is geen middel wat je toedient en dan na eventjes wachten treedt het in. Dit vergt oefening. En ja, dan daardoor, nou, daar sloeg deze vraag van de live chat ook wel een beetje op. Je merkt het vanzelf. Alleen je moet er wel tijd in steken. En ik wil graag een eenvoudig trucje leren dat niet veel tijd kost. Dan ja, mindfulness vergt tijd. Dat is gewoon mijn antwoord. Je moet hier energie in steken om die nieuwe patronen eigen te maken. Dat is eigenlijk ook een mooi bruggetje naar de volgende categorie vragen. Wat ik veel las bij mensen was het gevoel van iets moeten. Of dat nou mindfulness gerelateerd is of juist werk gerelateerd. Of het gevoel van ik moet zoveel. Hoe kan ik hier op een praktische manier mindful mee omgaan? De basis is gewoon, slaat ook op de tips voor het dagelijks gebruik. Naast de oefeningen die je dus kan inbouwen, kun je ook jezelf sowieso trainen in het rijtje dat je herkent wat er speelt. Dat je het labelt. Dus op dit moment is er het gevoel van moeten in mijn hoofd. Je merkt het op. Je labelt het als, in dit geval, het gevoel van moeten. Je erkent dat het er is. Ik accepteer dat het er is. Op dit moment heb ik dit gevoel. Je observeert het. Van hoe voelt dat eigenlijk, dat gevoel? Je staat er eventjes bij stil. En in plaats van dat het in jouw weg zit, maak je het even het onderwerp van al je aandacht. En kijk eens hoe dat voelt op dat moment. Hoe voelt het? Behalve vervelend en ik wil er vanaf. Nee, het is nu even het onderwerp. Hoe voelt dat? Waar voel je het in je lichaam? Welke gedachten komen erbij op? Hoe ziet het eruit? En kijken of je daar oprecht een keertje nieuwsgierig naar kan zijn. Het zit ergens in me. En ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik heb het altijd geprobeerd weg te duwen. Maar het is onderdeel van me. Oké, laten we eens even naar kijken. En op een milde manier ernaar kijken doet vaak ook al een hoop met hoe zo'n gevoel zich ontwikkelt. Want gedachte in mindfulness is ook dat alles constant verandert. Dus een gedachte die komt op en die gaat ook weer. En een gevoel komt op en blijft misschien even. Verandert misschien in een ander gevoel, komt misschien weer terug. Maar als je er echt bij stilstaat en je gaat het observeren, dan merk je dat dat eigenlijk constant aan het vloeien is. Het is niet een vast iets wat als een baksteen op je maag ligt. Zo voelt het misschien wel. Als je naar die baksteen gaat kijken, merk je eigenlijk, hé, dit is verbonden met die gebeurtenis. Het is verbonden met die verwachting. En zo leer je eigenlijk je reactie erop ook te herkennen. En daarin is het ook de kunst om het op dat moment te laten zijn. Om het te observeren moet je het wel ook kunnen laten zijn. Zoals het is en het niet willen beïnvloeden. Of te willen veranderen of het weg willen hebben. Dus bij het gevoel dat er zoveel moet, kijk of je mild naar dat gevoel kan zijn. En als we het dan toch over trucjes hebben. Iets wat ik vaak wel toepas is als ik denk, oh ik moet dit nog. Dat je het gewoon even verandert in, ik mag dit nog. Ik mag naar mijn werk. Ik mag naar huis rijden. Ik mag nog boodschappen doen. En dat verandert ook een beetje de houding die je naar de taak hebt. Maar het vergt ook training. Het is een oefeningetje wat je mee kan nemen. Ik worstel met uitstelgedrag doordat ik bang ben om fouten te maken en bekritiseerd te worden. Hoe kan ik me minder verplicht voelen dingen te doen of verplicht voelen tegenover anderen? Ook hier weer is de key om het te herkennen dat het gebeurt. Als ik dit zo lees, ben je best wel bewust van wat er in jezelf omgaat. Dus op zo'n moment herken je dat weer speelt. Label het als zijnde in dit geval uitstelgedrag of angst om fouten te maken. Label het even. Bekijk het. Zo van, nee, angst om fouten te maken. Kijk of je er mild naar kan zijn. En laat het los. Of laat het zijn. Afhankelijk van hoe het zich op dat moment gedraagt eigenlijk. Wat is het streven van mindfulness? is een vraag die via de live chat binnenkomt. Het streven van mindfulness is eigenlijk dat je optimaal in het hier en nu leeft. Op een niet-oordelende manier. En ja, je bewust bent van wat er in het hier en nu gebeurt. Dat is het uiteindelijke doel. En vervolgens kan je dat toepassen op alle situaties in je leven. Tenminste, dat je bij bewustzijn bent. Dus het is niet zozeer om ergens van af te komen. Dat kan het meer als bijeffect hebben. Dat je rustiger wordt of beter slaapt. Dat is meer een bijwerking van mindfulness dan het doel. Al snap ik dat je mindfulness wil toepassen omdat je ergens last van hebt. Maar dat is weer die paradox die ik al eerder aanhaalde. Wil je een oefening met ons doen? Ja, dat wil ik best doen. Ik zal kijken of we dat... we hebben nog een half uur te gaan. Dus ik zal afsluiten met een oefening. Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Een heel aantal mensen... Ja, we hadden het net al een beetje over inderdaad het doel van mindfulness en ergens van af willen komen. Er zijn vrij veel mensen die aangeven van, nou ja, weet je, ik heb ergens last van. Hoe kan ik daar mindful mee omgaan? Hoe kan ik relaxter worden? Hoe kan ik mijn concentratie of geduld vergroten? Gejaagd gevoel zie ik langskomen. Het is eigenlijk weer hetzelfde rijtje. Herken het als het gebeurt. Label het. Accepteer dat op dat moment dat je ervaring is. En op dat moment dat dat opkomt. En observeer die ervaring. Geef het even de ruimte. En kijk gewoon wat het doet. En kijk of je het vervolgens ook los kan laten. En als het niet lukt, is dat ook oké. En dan blijf je er nog even bij. Hoe kan ik de indrukken die ik overdag opdoe aan het eind van de dag beter reguleren, zodat ik in de avond meer ontspannen kan zijn? Nou, wat misschien daarbij helpt is tussendoor al die kleine oefeningetjes inbouwen. Dus als je heel veel indrukken op een dag hebt, eventjes korte momenten bewijzen van als je een deur open en dicht doet. Of als je even naar het toilet gaat, dat je daar even een 3 minuten ademhalingsoefening doet. Om even die indrukken van zojuist even te laten zinken. Ik ben in het hier en nu. Kijken hoe je lichaam voelt, wat je ervaring is. Ik denk dat het dan, als je dat tussendoor inbouwt aan het eind van de dag, dat eigenlijk al wel helpt. En wat je ook kan doen is bij thuiskomst even een rustmoment pakken. Even een meditatie voordat je meteen doorgaat met koken of wat je dan ook bij thuiskomst doet. Nog een vraag. Je vertelde dat het belangrijk is jezelf te vertrouwen. Hoe kun je dit oefenen en toepassen? Ja, dat is een van die helpende factoren, hè? Het vertrouwen. Als je het moeilijk vindt om jezelf te vertrouwen, als dat bijvoorbeeld je merkt dat dat weerstand oplevert of onzekerheid, kijk of je op dat moment, stel dat er onzekerheid opkomt, of welke ervaring dan ook, hè, ik bedoel, ik vul nu in, kijk of je naar die ervaring mild kan zijn. Hé, er is onzekerheid. En kijk of je die op dat moment kan bekijken als dat kind wat net leert lopen. Hè? Dus het lukt nu niet om vertrouwen te hebben. Of dat roept iets anders op. Heb geduld daar dan mee. En kijk of je compassie kan hebben met wat er dan wel opkomt. Dus dat is ook weer hoe kun je dat oefenen en toepassen? Dat is ook weer een herhaling. Dat zal een thema zijn wat vaker terugkeert. En mindfulness is gewoon steeds weer opnieuw beginnen. Dat is het wel. Hoe houd ik mindful zijn vast? De rust die ik in het mindful moment ervaar, vervliegt zo snel. ook dit, ja, het streven om het vast te houden is nobel. Het is zeker wat ook al die boeddhistische mensen, monniken, zenmonniken en zo natuurlijk heel erg oefenen, is om zo lang mogelijk die aandacht vast te houden. Ja, ik denk dat het vast willen houden ervan misschien ook weer in de weg staat van het mindful zijn. Dus dat je op dat moment, als je mindful bent van, hé, ik ben niet meer in die staat en niet meer in die... Vaak kunnen mensen een soort vredige, accepterende staat verkrijgen na een meditatie bijvoorbeeld. Hè? En dat blijft dan nog eventjes, terwijl je weer opstaat en andere dingen gaat doen. En op een gegeven moment zakt dat weg. Tenminste, dat is mijn ervaring. Kijk of je daar dan ook mindful kan zijn hoe dat wegzakt. En sta daar even bij stil en observeer hoe het is als je niet mindful bent. En zo op die manier kun je dat mindful zijn blijven oefenen. Dus het is ook niet de ene ervaring kun je wel mindful zijn en de andere ervaring niet. Eigenlijk maakt het niet uit wat er opkomt, je kunt er mindful van zijn. Dus ook het niet die staat ervaren kun je ook weer bewust van worden en accepteren en erkennen en laten zijn. Hoe ga ik om met veel emoties die loskomen? Ik zou ze, ja, als je er de ruimte voor hebt, of de mogelijkheid, zou ik even de ruimte geven aan die emoties. Stel, je hebt last van echt heftige emoties. En wat ik mezelf voor kan stellen is dat er ook enige misschien angst voor die gevoelens bij zit. Van ja, je wil niet dat dat op je werk naar buiten komt of in de auto. Of, kijk of je even een moment kan pakken, thuis, waar je niet gestoord wordt. Waar je wel naar die emoties durft te kijken. Eventueel, als je het echt heel eng vindt, met iemand die je vertrouwt. En kijk of je die emoties toe kan laten. En kan laten zijn zoals ze eigenlijk eruit willen komen. En ze ook de ruimte geven. Dus niet... Ze kunnen heel overweldigend zijn, maar ook dat verandert weer. Dus ook, hoe heftig ook, als je erbij kan blijven, zul je zien dat alles wat opkomt ook weer wegzakt. Je hebt in de training ook een beetje de metafoor van, als we gevoelens of ervaringen niet willen, dat is eigenlijk alsof je een ballon of een bal onder water probeert te duwen. En hoe meer moeite jij stopt in het naar beneden duwen van die bal, hoe harder hij weer omhoog zal springen. En als je die emoties of ervaringen bij wijze van gewoon laat drijven, dan wordt er niet ook nog extra spanning omheen gebouwd. En kun je observeren wat ze doen. Dus mogelijk heb je enige tijd die heftige emoties die je beschrijft afgehouden. Zo van, nu is daar even geen ruimte voor. Dus dan kan het zijn dat ze even heel heftig eruit komen. Maar daarna zullen ze ook wel weer zakken. Daarna zullen ze wel ook... Je blijft ook nooit eeuwig boos. Of je blijft nooit eeuwig een bepaalde staat. Gevoelens hebben altijd... Die gaan over in iets anders. Die worden weer heftiger, die worden weer minder heftig. En de kunst is om daar mindful bij te blijven en te accepteren dat ze doen wat ze doen. Dus te accepteren dat ze zich op dat moment zo ontwikkelen. En oké, hij gaat nu hierheen, gaat nu daarheen. En overal geduld en mildheid. Dat is eigenlijk de basishouding. Wanneer je het allemaal niet goed ziet zitten, wat doe je dan als eerste om rustig te worden? Wat voor mij altijd de eerste stap is naar mijn ademhaling terugkeren. Ook voor mensen die nieuw zijn voor mindfulness, De ademhaling wordt in de training als anker gebruikt, omdat het iets is wat je altijd bij je hebt. Het is iets waar je altijd in ieder moment naar terug kan keren. Iets wat je nooit zal vergeten thuis of waar dan ook. Hij is altijd bij je, is altijd beschikbaar. Als je er bewust van bent, kun je altijd met je aandacht naar je ademhaling. Dus als het echt te veel wordt, dan is het heel terug naar de basis. Gewoon kijken of je een ontspannen rechte houding kan aannemen. En wees je gewoon even een paar ademhalingen helemaal bewust van de inademing, het omslagpunt, de uitademing, het omslagpunt, de inademing. En kijk wat je ervaringen op dat moment zijn. Die druk die je ervaart waardoor het allemaal te veel was, kijk hoe die druk is. Hoe je die, wat dat doet met je lichaam, met je gevoelens, met je gedachten. Eerst terug naar je ademhaling en van daaruit die ervaringen observeren. Hoe zorg ik ervoor dat ik 's ochtends, vooral in het weekend, ik denk niet al met 1000 gedachten wakker word? Wat mij persoonlijk helpt om een goede rustige nacht te maken, is een bodyscan voor het slapen gaan. Daarin schakel je als het ware eventjes de hele dag af. Je bent de bodyscan, daarin ga je met je aandacht van lichaamsdeel naar lichaamsdeel. En iedere keer als je afgeleid bent, merk je dat op. En ga je op een milde en zachte manier terug naar het lichaamsdeel waar je gebleven was. Zo ga je hele lichaam langs eigenlijk. En wat ik merk is dat ik daar al die afleidingen die ik wel opmerk tijdens de bodyscan, dat wordt steeds rustiger. En ik merk als ik dan 's ochtends daarna wakker word, dat ik ook veel uitgeruster ben. Dat is mijn ervaring. Ik zou zeggen, probeer het eens. Zijn er nog vragen via de live chat toevallig? Nee? Oh, luisteren jullie allemaal goed? Even zien. Er zijn ook een paar hele specifieke vragen binnengekomen. Eén iemand vraagt over de combinatie tussen cognitief gedragstherapie en mindfulness. Dat is echt ik vind dat een hele goede vraag. De combinatie. Je kunt mindfulness-based cognitive therapy, dat is eigenlijk de 8 weken training, maar die kun je ook toepassen als behandeling om depressie te voorkomen en burn-out klachten bijvoorbeeld. Dus je kunt hem los doen als training voor jezelf, maar je kunt hem ook in psychologische behandeling inzetten. Dus cognitief gedragstherapie aan de ene kant en mindfulness aan de andere kant. Ze hebben net een andere benadering van klachten. Dat wil zeggen dat ze bouwen op elkaar voort. Als in, we hadden eerst de echt gedragstherapie. Dus dan moet je denken aan exposure, het trainen van gedrag. In de ontwikkeling van de psychologie heb ik het nu over. En dan daarna kwam de ontwikkeling van, volgens mij spelen gedachten ook een rol bij het gedrag. En volgt gedrag meer uit de gedachten die we hebben. En vervolgens is mindfulness opgekomen als derde stap in de ontwikkeling. Die zei, we kunnen onze gedachten ook bekijken. Dus wat we in cognitieve gedragstherapie wordt onder andere, dit bestaat uit veel meer facetten, maar de houding over cognities of gedachten is eigenlijk dat je de gedachten verandert. Dus als je bijvoorbeeld bij depressie de gedachte hebt, ik ben niks waard, dan zal binnen cognitieve gedragstherapie kun je bijvoorbeeld aangeven van, dan ga je bewijzen verzamelen waarmee je aantoont dat je eigenlijk wel wat waard bent. Of, zeker niet zomaar wat, maar je bent heel veel waard. En in mindfulness wordt er niet in de gedachte behandeld, maar let men meer op de relatie die tussen jou en die gedachte. Dus in plaats van in het verhaal te zitten, ik ben wel iets waard, ik ben niets waard, wordt eigenlijk de gedachte ik ben niets waard gezien als slechts een gedachte die opkomt en weer gaat. Dus wat dat betreft kan de combinatie van cognitieve gedragstherapie en mindfulness op sommige momenten een beetje tegenstrijdig zijn. Want in de ene leer je dat je gedachten verandert, of moet veranderen, kan veranderen. En aan de andere leer je dat het maar gedachten zijn en dat je ze kan laten gaan. Dus als je de combinatie krijgt aangeboden of wil aanbieden, ik weet niet wat de rol van deze persoon is, dan zou ik daar wel bewust van zijn dat dat twee strategieën zijn eigenlijk. En kijken of je die wel op elkaar af kan stemmen. Nog een verzoek om een oefening. En hoe weet ik wie goede cursussen geeft? Is er een keurmerk? Ja, er zijn twee verenigingen. De Vereniging voor Mindfulness, de VVM, en de VMBN. Nou weet ik even uit mijn hoofd niet meer hoe waar die afkorting voor staat. Vereniging Mindfulness. Nou, VMBN en de VVM. En dat zijn twee verenigingen van mindfulness trainers. Dat zijn eigenlijk twee grote scholen in Nederland die hun opleidingscriteria hebben. Ze hebben net een andere focus op wat er nodig is om een gecertificeerd mindfulness trainer te zijn. De ene richt zich meer op wat de achtergrond is van de persoon die de cursus of de opleiding doet. Dus als jij al psycholoog bent en je doet de opleiding, dan kun je mindfulness toepassen in je praktijk. Maar als jij docent bent, bijvoorbeeld op een school en je doet de opleiding, dan mag jij niet mensen met depressie behandelen. Dan is het de bedoeling dat jij de mindfulness toepast binnen het vakgebied waarin je al bent opgeleid. Dat is de VVM. En de VMBN heeft een veel groter takenpakket eigenlijk. Die opleidingen duren ook een stuk langer. En die zeggen, nou, als je het hele traject hebt gelopen, dan kun je gewoon echt heel goed mindfulness geven. Dus je kunt kijken naar die twee verenigingen. Er was de laatste jaren ook sprake van een eventuele fusie. Ik ben niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen daarvan. Maar ik weet dat als mensen lid zijn van die vereniging, dat ze in ieder geval wel goed opgeleid zijn. Nou ja, gezien de tijd is het misschien fijn om nu die oefening in te zetten. Dat betekent wel dat ik geen vragen meer ontvang via de live chat. Zijn er nog? Nee? Oké. Dan gaan we nu een oefening doen. Ik wil je vragen om te kijken of je een rechte, ontspannen houding kan aannemen. Ja, kijk of je mag hem zittend doen, je mag hem liggend doen, wat voor jou het prettigst is. En je mag je ogen sluiten als dat prettig voor je is. Als je dat minder prettig vindt, dan kan je je blik op een soort ontspannen manier op een punt voor je richten. En dan wil ik je eigenlijk als eerste vragen om met je aandacht naar je ademhaling te gaan. En dat je opmerkt hoe die voelt. En wat je voelt. Dus kijken of je je aandacht kan houden bij je inademing. En hoe die overgaat in de uitademing. Misschien merk je op dat je hem in je buik voelt, dat je buik op en neer gaat. Of misschien zit hij bij jou wat hoger in je borstkas. Misschien voel je je ademhaling bij je neusgaten of door je mond. En kijk of je alle sensaties kunt opmerken zonder er iets aan te willen veranderen. Zonder iets te willen bereiken. Gewoon dat je je aandacht richt op je ervaring in het hier en nu. En als je merkt dat er gedachten opkomen, dat je even afgedwaald was, merk dat dan op en keer op een milde manier terug naar je ademhaling. Telkens opnieuw. Misschien merk je ook andere sensaties op. Misschien voel je je hart ook kloppen. Merk andere sensaties op en keer terug naar het onderwerp van je aandacht nu. En dat is de ademhaling. Dan wil ik je nu vragen om je aandacht te verplaatsen naar de punten waar je lichaam de ondergrond raakt. Dus je voetzolen, die raken de vloer, als je zit tenminste. En de onderkant van je bovenbenen en je billen. Wat voel je daar eigenlijk? Hoe voelt aanraking door een ondergrond? En ook hier, als je merkt dat je afdwaalt, of dat je even met je gedachten ergens anders was. Het is niet erg. Dat is wat gedachten doen. Merk het op. Accepteer dat je afgeleid was. En kijk, breng je aandacht terug naar het hier en nu. Naar de aanraking van de ondergrond. Dan wil ik je eigenlijk nu uitnodigen om je aandacht even naar je hele lichaam te verplaatsen. Hoe voelt je lichaam nu? Merk je ergens spanning op? Of jeuk? Is het warm of koud? Merk je neiging om te bewegen? Of misschien ben je best wel moe, word je een beetje slaperig. Kijk of je al die observaties, alles wat je opmerkt, kijk of je dat even kunt bestuderen, observeren. Hoe voelt dat eigenlijk? En telkens als je afgeleid bent door geluiden of door gedachten, kun je altijd terugkeren naar je ademhaling. En van daaruit weer terug naar je lichaam. Waar ben je nu met je gedachten? Merk het op. En wees je weer bewust van je ademhaling. Dan gaan we terug van het lichaam naar de beweging in je bovenlichaam. Van de adem in en adem uit. En kijk of je met een open, nieuwsgierige houding met mildheid naar jezelf je aandacht hier kan laten zijn. En wil ik je nu uitnodigen om langzaam weer terug te keren. Als je wil mag je een beetje bewegen en je ogen open doen. En dit was een hele korte mindfulness oefening. En daarmee wil ik eigenlijk gaan afronden. Ik dank jullie allemaal heel erg hartelijk voor jullie aanwezigheid. Ik vond het zelf een hele leuke ervaring om te doen. Ik hoop dat jullie voor de beginners een beter beeld hebben gekregen van wat mindfulness is en of het iets voor jou is. En ik hoop dat de mensen die al meer ervaring hebben, een beetje antwoord hebben gekregen op hun vragen. Als je het gevoel hebt dat er jouw vraag niet aan bod is gekomen, we gaan proberen om antwoorden op de site te zetten. En verder kun je zeker bij de site van Psychologie Magazine, die biedt een online cursus aan. En ja, dat is een handig alternatief voor als je er niet aan toe komt om de volledige groeps 8 weken training te doen. Daar kun je ook vragen stellen via het platform. Ja, daar wil ik het eigenlijk voor nu bij laten. We gaan kijken of we een volgende webinar kunnen organiseren. Als die er komt, dan zullen we jullie zeker op de hoogte stellen daarvan. En voor nu een hele fijne avond.